In eerste instantie ben ik erachter gekomen dus dat hij met een machete liep. Ik kan een vriend van mij bellen, we zijn een uurtje onderweg of zo en ik heb 30k in mijn zakken. De zware criminaliteit onder jongeren neemt de laatste jaren toe. Wij hebben afgesproken met een buddycoach, Abdou, die dit soort jongens begeleidt. En hij heeft ook een van zijn jongens bij zich vandaag. En wij lopen een dagje met hem en zo'n jongen mee. Abdou, was de bedoeling dat je dan opende? Sorry. Dat is heel snel. Goedemorgen. Spontaan dit, hè? Hey, zeker weten, ik zou zeggen, kom binnen. Jullie zijn echt in de, hoofdoffice, hoofdkantoor van... Het hart van het bedrijf? Hart van het bedrijf, waar we echt allemaal waar we zijn begonnen, samen met mijn collega Aziz. Vertel even, jij bent buddy coach, wat is dat? Nou, buddy coach is een begeleider, die jeugdige vastloper, zoals wij ze noemen. Heel... laagdrempelig, maar op een intensieve manier begeleiden. Wat doe je dan met die gasten? Nou, het is meer eigenlijk dat je inspeelt. Je speelt in eigenlijk op de relatie van zo'n jongen. Je bouwt een vertrouwensband op. Dus je leert echt zo'n jongere kennen. Vervolgens ga je eigenlijk samen met hem op zoek naar... ja, wat vindt hij leuk? Waar is hij goed in? Wie loopt er straks met ons mee de hele dag? Wie krijgen we mee vandaag? Ik heb een hele leuke jongen voor jullie. Dat is echt een jongen van mijn hart. Mm. Echt een jongen die heel sensitief is. Echt een jongen waarvan je waarschijnlijk in eerste instantie niet eens zou zeggen van... hé, jij zit diep in dat wereldje. Hey, jij bent eigenlijk net pas vrijgekomen, geloof ik, hè? Klopt. Kan je er wat over vertellen? Ik heb iets doods gedaan eigenlijk in Hilversum. Ik heb 18 juli daarover mijn inhoudelijke zitting. 1 augustus heb ik uitspraak. Maar ja. Want wat is er gebeurd? Ik kwam in mijn ruzie terecht. En dat is uit de hand gelopen op een steekpartij. Oké. Okay. Je hebt iemand neergestoken? Ja, eigenlijk wel, ja. Het is een heel zwaar delict geweest, want de persoon, het slachtoffer, is er net goed mee weggekomen, om het zo te zeggen. Die heeft het net overleefd. Ja, het was iets wat ik zelf heel erg moeilijk vond. Ik heb heel veel jongeren gehad. Ik heb jongens gehad die verdacht waren van straatroof, scooterdiefstal, woningoverval, overval, noem maar op, alle jongens. Maar ik heb geen enkele gehad die verdacht was van poging doodslag. En het ontnemen van iemands leven. En het heeft ook heel veel bij hem gedaan. Dit zie je overal in de media, hè? Dat jongeren lopen met messen. Maar waarom nou? Ja, gevaar voor jezelf. Het is eigenlijk eten of gegeten worden. En ik heb gewoon veel ruzies. Ik kom ook uit de drill scene. Drill rap? Ja man, klopt. En ik heb dus eigenlijk gewoon opboys, vijanden. Okay. En daarvoor moet ik oppassen, maar zij moeten ook oppassen voor mij. Ik heb nu ook een enkelband. Die gaat voorlopig ook nog niet af. Dat is de oplader? Dat is de oplader. Die moet ik 4 uur per dag erop zetten. De afgelopen jaren werden tussen de 1700 en 2000 minderjarigen opgepakt voor geweldsdelicten, straatroven, overvallen, moord, doodslag. En dat steeg langzaam. Hoe dat komt, ik denk dat het te maken heeft met de groei van de georganiseerde misdaad. Er worden heel veel jongeren daarvoor ook gerekruteerd, geronseld. Misschien is dat een oorzaak. Maar wie het ook vraagt, niemand heeft eigenlijk een eenduidige oplossing. Het is heel moeilijk om een antwoord op te geven hoe die groei... van de gewelddadige of de criminaliteit onder jongeren, wat daarvoor de verklaring is. Waar komt dat volgens jou nou vandaan? Of is dat een moeilijke vraag om aan jou te stellen? Geld. Dat is het eigenlijk. Geld. Dat is het grootste eigenlijk. Geld, dat is nou gewoon eenmaal een grote rol. Iedereen wil status en geld verdienen. Ja, status ook inderdaad. Je moet, sommige mensen doen het ook veel voor de street credit, zoals ze dat noemen. Maar merendeels denk ik wel door het geld dat ermee verdienen valt. Er zijn weinig criminelen waarmee het goed afloopt. Dat klopt. Kijk maar naar Ridouan Taghi. Hoe lang gaat die man nu vastzitten? Levenslang of zo? Ja. Het is inderdaad wel waar. 9 van de 10 keer eindig je of vast of dood. En is dat dan niet een argument om het niet te doen?
Ja, maar ja, dat klopt. Ja, misschien is het wel een argument om over te discussiëren. Maar... Ja, of het, om het gewoon niet te doen, misschien. Ja, maar het is gewoon... Je hebt nergens dat je zoveel en zo snel geld kan verdienen als op de straat. Het verschil is te groot met wat je op de straat kan verdienen en in het dagelijks normale leven. Ja, ik kan een vriend van mij bellen. We zijn een uurtje onderweg of zo en ik heb 30k in mijn zakken. Volgens mij gaan we zo naar de kapper. Klopt, man. Ja, eindelijk. Ja, dan hoef je dat petje niet meer op te hebben. Ja, klopt, man. Okay. Ja. Wat vind jij nou zo leuk aan dit werk? Ja, dit werk, weet je, geen dag is hetzelfde. Je hebt te maken met verschillende jongeren, met verschillende persoonlijkheden. En ja, voor mij is het gewoon zo dat ik... ik ben continu aan het improviseren. Ik hou rekening met de jongeren. En ik denk aan het eind van de dag de dankbaarheid vanuit hun kant naar mij toe. Weet je, dat geeft mij gewoon voldoening. En de progressie die er van tijd tot tijd geboekt wordt. Je woont nog thuis, denk ik? Ja. Bij je vader en je moeder? Nee, alleen mijn moeder. Je moeder. Hoe kent die Abdou bijvoorbeeld? Ja, zeker. Tuurlijk kent die Abdou. Okay. En dan die zaak van laatst. Hoe reageert zij daarop? Ja, ze vindt het dom van me. Maar ze is blij dat ik weer thuis ben. Ja. En heb je ook nog broers, zussen of iets? Ja man, ik heb hele dierentuin thuis. Hoe werkt het eigenlijk met vrouwen en zo en meiden? Is dat ook nog belangrijk of niet? In welke zin? Nou ja, op jouw leeftijd ben je daarmee bezig, denk ik. Ja. En vinden die het juist... Ik kan me ook voorstellen dat die het dan interessant vinden allemaal. Dat kan. Ik hou me daar niet zo mee bezig. Af en toe komt de chickie bij mij langs, ja. Dan hebben we het gewoon gezellig samen. Ja, oké. Okay, maar... Dat geldt voor iedereen van jouw leeftijd natuurlijk. Niet voor iedereen. Ik ken er genoeg die dat niet hebben. Maar ik ben gewoon een mooie jongen, toch? Ik doe gewoon mijn ding. Nou, ik vind die buddycoach heel goed. We hebben onlangs een groot interview gehad met Aziz, een van die buddycoaches. En wat mij erg aanspreekt, is wat hij zegt dat we moeten ophouden om maar in iedere jongere te blijven investeren. Hey, je moet accepteren dat er een deel is van de jeugd waar het gewoon geen zin meer in heeft. Laat dat en besteed je energie liever aan de jongeren waar nog wel wat valt te halen. En dan is hele goede coaching is belangrijk. Maar goed, dat is allemaal plat bezuinigd. Er is heel weinig geld voor jongerenwerk. Dus dat is ook een heel zorgwekkend. Jongens, hoe zou je zelf eigenlijk jullie band met z'n tweetjes beschrijven? Ja, close wel, man. Heel intensief. We zien elkaar eigenlijk gewoon vrijwel als familie ook al. Mm-hmm. Hij helpt me met alles waar ik heel bij nodig heb. Hij doet het met alle liefde. En daar ben ik wel blij mee ook. We zijn hier niet voor niks, hè? De cijfers zijn best schrikbarend wat betreft de zware criminaliteit onder jonge mensen. Maak jij je zorgen? Yes, ja, de zorgen zijn er. Ik maak mezelf ook zorgen. Ik zie ook als... Als persoon die dagelijks eigenlijk te maken heeft ook met de doelgroep, zie ik ook wat er zich kan afspelen in de maatschappij. Denk aan excessief geweld onder jongeren. Denk aan zware criminaliteit, ondermijning, drugscriminaliteit. Dat zijn zaken, denk ik, waar we nog jaren mee bezig zullen zijn.